Jack de Gier, jullie spelen met 1-1 gelijk hier bij Jong FC Utrecht. Ik denk dat je vooraf op iets meer had gehoopt. Ja, gerekend ook, om eerlijk te zijn. En ik vind dat dit een ploeg is waarvan je moet winnen. Zeker gezien de klassering waar wij staan en de periode waar we een rol in willen spelen. En dat is niet gebeurd. De concurrenten in de periode spelen ook gelijk. Is dat dan een lichtpuntje of vind je dat eigenlijk extra zuur? Dat vind ik extra zuur, ja, want we wilden hier vandaag een buffertje opbouwen. We wisten met het programma MVV en Helmond, of NAC Helmond, dat het ook moeilijke wedstrijden waren voor die twee teams. Nou, dat is gebleken. En je moet ook VVV in de gaten houden, hè, want die staat nu bovenaan in de periode. En die staan wel met een kruisje, alleen die hebben officieel natuurlijk geen periode. En, ja, voor die play-off plek, daar wil ik via de ranglijst om meedoen. Dus dat is een domper, ja. Nu heb je natuurlijk wel aardig wat basisspelers die inmiddels ook geblesseerd zijn. Vind je dat je dat ook terugziet nu in het veld? Nou ja, goed. Ik heb het voor de wedstrijd ook gezegd. We moeten niet zeuren over degene die we niet hebben. We moeten het doen met degene die in de kleedkamer zitten en die het veld opgaan. En ik vind dat we genoeg kwaliteit hebben in onze selectie om dan ook dit soort wedstrijden te kunnen winnen. En ja, laten we eerlijk zijn. Geeft Utrecht natuurlijk het eerste doelpunt cadeau, hè, door de bal zo in te leveren. Nou, die jongen die schiet hem echt fantastisch in de kruising. Maar voor de rest hebben ze niet zo heel veel gecreëerd in de eerste helft. Wij daarentegen wel een stuk of 3-4 mogelijkheden. Het was best ver aan de andere kant, maar volgens mij waren het goede mogelijkheden om in ieder geval voor rust al de gelijkmaker te scoren. En dan is er niet zo heel veel aan de hand. En je weet dat je de tweede helft, zijn we met 3 man achterop gaan spelen. En moet je voor de winst gaan spelen. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dan weet je dat je veel kansen gaat krijgen. Nou, die hebben we gehad en daarvan hebben we er eentje benut. En je weet ook dat je wat weg gaat geven, zeker in de eindfase. Omdat we, zoals gezegd, vol voor de winst spelen. En dan had ik liever met 0 punten hier gestaan of met 3. Maar daar hebben we voor gespeeld. Dus ik denk als we in de tweede helft onze kansen afmaken die we gekregen hebben, dat we hier ook gewoon met 1-2 of 1-3 weglopen. Dus eigenlijk was het gewoon niet efficiënt genoeg vandaag? Ja, dat vind ik wel. En ik vind ook in de eerste helft dat het vooral dan dat we de doelpunten gewoon veel te gemakkelijk weggeven. Daarna hadden we nog wat situaties waarin we de bal zo inleveren. Ja, dan weet je, dan krijg je problemen tegen Utrecht. Die zijn gewoon hartstikke goed in de omschakeling. Volgende wedstrijd is nu NAC uit. Dat zal dan ongetwijfeld ook een heet avondje gaan worden. Nou ja, dat weet je sowieso. Hè? Want daarom wil je ook vanuit vandaag het resultaat wil je een buffertje opbouwen in die periode. Om ergens nog wat misschien te kunnen laten liggen. Maar ja, het blijkt wel dat je in deze periode niet veel mag laten liggen. Ik denk dat wij aan de max zitten. En als we de periode nog eventueel willen winnen, zijn we sowieso afhankelijk van onder andere VVV. Maar zou je in ieder geval 2 keer zelf moeten winnen. En daar gaan we gewoon voor. Dankjewel.